Welkom bij Hayes Triangle Talk. Voor ons inmiddels derde seizoen dachten we eens iets speciaals te doen. We staan hier vandaag in het mooie gebouw van het Stripmuseum in Brussel, waar momenteel de Total Workforce Summit plaatsvindt, een uh, samenwerking tussen Nexconomy en Hayes Belgium. Tijdens deze summit praten bedrijfsleiders en arbeidsmarkt-experts over de Total Workforce en outsourcing solutions zoals een RPO MSP VMS. Klinkt dat niet helemaal bekend in de oren? Geen probleem. Onze gasten van vandaag zullen met heel veel plezier uitleggen wat het allemaal inhoudt. Mark, uh, Eugène, welkom in, uh, in het Mooie Stripmuseum in uh, Brussel. Bedankt voor jullie deelname aan uh, onze podcast Reeks over Total Workforce Management en alles wat erbij komt kijken. Um, met jullie gaan we het hebben over. Um, in een op de future of digital talent management. Um, maar ik zou eerst een, een concept willen uh, bovenhalen: de fuzzy firm. Um, en ik denk, Mark, dat jij misschien kan toelichten wat een fuzzy firm is, want ik heb een beetje research gedaan. Um, en zoals het woord fuzzy zegt, het is een beetje vaag. En het klinkt ook een beetje fluffy, uh, maar ligt het gerust even toe. Ja, eigenlijk is de, 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 ja, Het is eigenlijk gewoon een acroniem voor de, de fluïde, de, de fluïde organisatievorm waarbij je eigenlijk alle vormen van talent door de organisatie heen kunnen stromen uh, en ook van buiten naar binnen. Hè. Dus het is meer ook een samenwerkings, een, meer een ecosysteemgedachte dat je met verschillende leveranciers en verschillende uh, zelfstandigen uh, en, uh, en alle interne mensen natuurlijk uh, eigenlijk je organisatie zo maakt. Dat je veel dynamischer, agile heet het tegenwoordig, of, of meer projectmatig eigenlijk uh, je organisatie kan, uh, kan laten draaien. Ja. Uh, dus het komt een beetje neer op een mix tussen allerlei soorten contracten, suppliers, dus perm, temp, contracting, outsourcing, cetera. Ja, dat is het. Um, dat lijkt me wel heel wat um, management te vergen, of managing van al die contracten, van al die mensen. Um, is. HR, zoals we dat nu nog vaak kennen in de meeste bedrijven, de HR afdeling, is hij daar momenteel al voldoende voor uitgerust in de meeste bedrijven. Um, in alle eerlijkheid denk ik uh, nog niet, maar het is ook een beetje afhankelijk denk ik van welk niveau je uiteindelijk nastreeft. En uh, net in de zaal werd al geroepen uh, baby steps. Ik denk dat een stip op de horizon heel belangrijk is, uh, maar dat het uiteindelijk uh, even zo belangrijk is is dat je je uh, verandering of, of de route daar naartoe afpast op wat je organisatie aan kan. En uh, dan zie je toch heel veel organisaties uiteindelijk redelijk kleine stapjes zetten. Met soms een wat grotere change. Uh, maar uh, als je het over de langere periode uitsmeert, uh, dan zie je dat dat, dat, dat uiteindelijk uh, en misschien soms ook wel met twee stappen vooruit en eentje terug gaat. Ja. En welke rol kan, kan technologie daarin spelen? In die overgang of in, die, in dat proces? Nou, uiteindelijk kan uh, misschien niet zozeer in de overgang, maar wel in het ondersteunen van het gedachtegoed kan technologie een prima rol spelen. Maar ook daarvoor geldt dat uh, de adoptie van die technologie heel belangrijk is. En dat je die heel goed moet voeden, goed moet voorbereiden uh, en, en goed moet begeleiden. Uh, ik denk zonder vragen te willen staan. Zou je gaan? Jij daar Mark uh, ook voldoende uh, kennis en ervaring heb opgedaan door de tijd heen. Uh, zeker en uh, ik denk dat het uh, inderdaad op sommige vlakken uh, in, in zo'n fusiefirm uh, de technologie nog, uh, nog heel moeilijk te integreren is. Uh, maar ik ga er vanmiddag ook iets over vertellen. Er zijn eigenlijk ook heel veel gebieden waarbij je eigenlijk toch al uh, als je de goede visie hebt, dus die stip op de horizon uh, zet zoals Eugène zegt, weet waar je naartoe gaat... Uh, dan, en je gaat wat out of the box denken over tools die je al in huis hebt, dat je die blijkt al heel goed voor alle talenten in de organisatie te kunnen gebruiken. Dus je hoeft vaak helemaal niet nieuwe tools neer te zetten, maar je kunt met bestaande tools vaak al heel veel bereiken. Um, ik geloof dat een uitspraak was van jou: uh, Every company is an IT company. Kan je daar even toelichten? Het gaat natuurlijk verder op het topic technologie. Ja. ja. Uh, maar wat bedoel je daarmee precies? Nou ja, eigenlijk, um, IT wordt zo belangrijk voor iedere organisatie... dat het, uh, een bank is tegenwoordig meer een IT-bedrijf... dan een, een financiële instelling waar je nog geld gaat wisselen. Een, uh, een, zelfs een auto, uh, een autofabrikant... Uh, als je tegenwoordig, uh, nou ja, los van de elektrische auto's, maar ook gewoon de benzineauto's... Ja, daar zitten uh, zoveel computers in... He, dus dus ieder, iedere organisatie, uh, uh, misschien hier dit museum uh, nog, misschien ietsje minder. Uh, die hebben geloof ik nog papieren kaartjes, maar uh, uh, zelfs musea hebben digitale reserveringssystemen. Dus uh, ja, het wordt allemaal veel meer digitaal en daar is het gebruikersgemak uh, staat voorop. En daarom worden, ja, is ieder bedrijf. IT is geen bijzaak meer, dat wordt echt de hoofdzaak voor organisaties om, uh, om dat op orde te hebben. Ja, Dus ook in, in recrutering en. en... Aanleggen van talent, uh, managen van freelancers, contractors. Ja, ik denk in, in, in de beheersomgeving zeker. Um, ik denk ook dat we moeten oppassen met uh, op elke organisatie het stempel IT te drukken. Want uiteindelijk um, zoeken we ook nog steeds heel veel andere skillsets die niet zo heel veel met IT uh, te maken hebben. En op het moment dat je je als organisatie heel nadrukkelijk als IT-organisatie positioneert, uh, dan beweeg je misschien weg van uh, andere doelgroepen die even zo belangrijk zijn. Uh, Specifiek kijken naar skillsets en. en uh, nou, noem het maar even de oude ambachten. Uh, die worden meer en meer van waarde. En uh, ook die doelgroep zullen we. Um, uh, niet uit het oog mogen verliezen. En dat we die dan, dan vervolgens. ondersteunen en helpen met IT. 100%. Maar. Um, ook een beetje oppassen wat we zeggen in de markt. Zeker, zeker. Dus kijk, IT-techniek is altijd een hulpmiddel. Net als dat we hier camera's en microfoons hebben. Uh, IT is voor de HR-professional of de inkoopprofessional. Is dat natuurlijk een hulpmiddel. Uh, dus het kan nooit een doel op zich zijn. Dat ben ik zeker, uh, zeker eens. Ja, ja. Um, nu ging het. Of, of mijn vraag ging voornamelijk over het managen uh, intern. En dus kan een bedrijf intern zijn eigen personeel gaan managen. Um, maar een bedrijf kan het natuurlijk ook outsourcen. Um, daarom ben je er ook, u zijn. Uh, welke outsource-oplossingen zijn er momenteel om zo'n Fuzzy Firm bijvoorbeeld optimaal te kunnen ondersteunen? Ja, de, de, de outsourcing vormen uh, heel grof uh, uh, gesplitst: uh, kun je je recruitmentproces voor vaste medewerkers uitsourcen uh, en je kunt het management van je toeleveranciers voor Flex outsourcen. Um, dat is heel snel gezegd. Dan wordt het bijna een product. En ik ben nog een groot voorstander van uh, ook hier weer heel goed naar je eigen organisatie te kijken. En uiteindelijk iets te ontwikkelen of te bouwen uh, of uit te besteden uh, waar dat het beste bij past. Het hoeft niet altijd een complete outsourcing te zijn. Het kan ook een deel zijn waar je ondersteuning vraagt. Het kan ook een bepaalde periode zijn wanneer je dat doet om het beter in de vingers te krijgen. Om het op een of andere moment zelf te gaan doen. Zeker als je naar een, een, een geïntegreerde workforce oplossing gaat dan betekent dat best heel veel als alles buiten de deur georganiseerd zou zijn. Ja. En, en hoe begin je aan, aan die denkoefening om uit te zoeken wat de beste... Ten eerste of je een oplossing nodig hebt, een externe oplossing. Um, en welke de beste is. Hoe, hoe begin je met die, met die denkoefening? Ja, het allerbelangrijkste is, denk ik, snappen waar je staat. Wat je huidige positie is. En op basis daarvan kun je een strategie ontwikkelen hoe je... Uh, HR of talentontwikkeling uiteindelijk wil gaan ontwikkelen. Uh, en dat, dat is wat mij betreft uh, die stip op de horizon, uh, die je ook nog eens moet uh, alignen in slecht Nederlands met uh, de bedrijfsstrategie. Uh, maar op het moment dat je dat helder hebt, dan kun je vervolgens gaan nadenken: oké, okay, hoe gaan we dat invullen? En, en uh, welke elementen kunnen we zelf, willen we zelf? En welke elementen uh, uit dat hele proces hebben we hulp bij nodig? Uh, en wie zou dat dan vervolgens kunnen doen? Ja. Sluit je daarbij aan, Mark? Uh, ja, het gaat ook daar weer om die stip. Uh -huh. uh, en dat je dan uh, realistisch bent ook. Hoe snel je op die stip op de horizon wil komen. Uh, ik zie veel organisaties die, die dan te snel willen en te veel tegelijk. En dan krijg je zo'n watervalproject... waarin je heel veel uh, nieuwe dingen de organisatie induwt. Nou, dat gaat qua transformatie, qua change... Uh, gaat dat vaak uh, niet zo heel uh, soepel. Uh, welke stakeholders moet je zeker aan boord hebben... als je aan... Die overgang of die evolutie wil starten. Is het enkel HR? Ik vond het zelfs CEO uiteraard, maar. Um... Zeker, hè? dus uiteindelijk draait het om de business. Dus de business is de belangrijkste stakeholder. Uh, dus uh, daar, daar moet je mee in dialoog. Die moet je betrekken bij allerlei sessies, uh, voorbereidingen. Goed naar luisteren wat ze precies nodig hebben. Um, en daar moet je eigenlijk alles op afstemmen, uh, hoe je het gaat inrichten. Maar ja, vervolgens heb je natuurlijk verschillende stafafdelingen nodig. Naast HR natuurlijk inkoop of aankoop. Uh, uh, eh, maar finance is ook altijd een belangrijke vraag, want het gaat altijd over geld. In, uh, mensen in veel organisaties uh, uh, zijn een hele grote kostenpost, zo niet de grootste. Uh, dus, dus finance moet altijd uh, ook aangehaakt worden om te kijken naar hoe uh, gaan de totale kosten uh, uh, eruit zien straks. Ja, misschien een beetje voor een beurt, maar IT is ook een belangrijke. Ik heb toch vaak genoeg gezien dat uh, HR en Inkoop met een heel ambitieus plan kwamen. Om ook technologie uit te rollen en dan blijkt de kalender van IT vol te zitten. Uh, en zeker als je wil integreren met bestaande systemen, uh, ja, dan is dat ook een verschrikkelijk belangrijke stakeholder. Nou. En uh, om even terug te komen op het outsourcing stukje, uh, hoeft dat duur te zijn? Het hangt er vanaf van welk perspectief je het bekijkt. Uh, uiteindelijk uh, kost de outsourcing geld. Uh, want de outsourcerende partij die probeert er ook een boterham aan te verdienen. ...de vraag is een beetje, heb je de skills, de capabilities en de ruimte om het zelf te doen? Uh, en op het moment dat dat niet zo is, dan kan het... ...op het moment dat je er toch voor kiest om het zelf te doen... Uh, ...best een hele dure ervaring worden, omdat je de ervaring mist. En je een aantal dingen misschien voor een derde of een vierde keer moet doen... ...voordat je het, uh, voordat je het op de manier hebt zoals je het hebben wil. Ja. Nou, um, als jullie het grootste voordeel zouden moeten geven om... Van het, het stroomlijnen en het allemaal samenbrengen van die total management. Van dat total, total workforce management. Het grootste voordeel volgens jullie. Niet het enige, maar het grootste. En voor mij is dat dat, dat uh, uh, uiteindelijk de business heeft talent nodig. En als je het zo gestroomlijnd mogelijk kan inrichten, uh, heb je een tevreden business. En daar zitten we met z'n allen uh, allemaal te puzzelen. En uiteindelijk draait het daarom dat die business tevreden is met wat je, wat je aanbiedt. Ja, ja. Ja, ik denk dat ik het met je eens ben. Toegang tot talent is belangrijk en uh, in, in samenhang met je corporate strategy. Want uiteindelijk heb je met elkaar een plan en uh, onderdeel daarvan is de factor mens of de factor talent. En uh, daar invulling aan geven, dat zou de, 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 ja, het belangrijkste focuspunt moeten zijn daarin. Ja, en het grootste risico als je het, als je het niet doet of als je er onvoldoende over nadenkt of het ondoordacht aanpakt... Wat ik zie is dat uh, uh, diezelfde business, die gaat het dan op zijn eigen manier doen. Hè, dus als, als je als HR of aankoop de, 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 de zaak niet goed inricht, uh, dan heeft de business geen tijd en geen geduld om daarop te wachten. Uh, en die gaan het gewoon zelf regelen. En uh, als het niet zo linksom kan, dan gaan ze rechtsom. Dus die gaan dan allerlei manieren verzinnen om, om buiten je gewenste proces om te gaan. Uh, en dan, ja, dan gaan alle doelen uh, de, de, door de gootsteen. Ja, met als risico dat je ook nog wat uh, imagoschade oploopt in de, in de arbeidsmarkt. Omdat niemand meer precies weet waar je van bent en waar je voor staat als uh, organisatie. Oké, okay. goed. Dank jullie ja. wel. Allright, graag gedaan. Heel goed.